Hoi, ik ben Cleo en ik ben net als jullie taalvrijwilliger. In deze serie Aan de Slag deel ik mijn ervaringen met jullie. Ik ondersteun Annelies, zij is taaldocent en zij geeft een cursus lezen en schrijven in de bibliotheek van Rotterdam. En in deze aflevering kijken we naar leerdoelen. Iedereen die hier komt, heeft zijn eigen reden om beter te leren lezen en schrijven, zo ook in deze groep. Op basis van de doelen van de deelnemers maken we een plan. Ik overleg met de docent Annelies hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Annelies kent ook het niveau van de deelnemers en zij weet welk lesmateriaal passend is. Nou, misschien wil je dit stukje voor jezelf lezen even. Je hoeft niet hardop, ga ik er zo een vraag over stellen. Ja, okay? Is goed. Okay. Adrie heeft aangegeven dat hij graag beter wil leren schrijven en dat hij op zoek is naar een baan. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat we tussenstappen formuleren. Dat heb ik gedaan samen met Annelies. Een voorbeeld van de tussenstap is het invullen van online sollicitatieformulieren. Even kijken. Zo. Lukt het, Adrie? Nee, lukt mij niet. Kan ik je ergens mee helpen? Ja, ik zoek mijn postcode. Maar... De postcode. En waar moet je die hier invullen? Dat staat boven. Kijken. Ja. Hier zo, volgens mij. Ja. Annelies en ik hebben afgesproken dat we de komende weken gaan werken met de methode Werkse. Dat is lesmateriaal speciaal voor mensen die weer aan het werk willen. We starten met het oefenen met het opschrijven van naam en adresgegevens. Dus, om het leerdoel van een deelnemer te bepalen, bespreek je eerst met hem wat hij wil leren. Daarna bepaal je samen met een docent op welk taalniveau hij zit en maak je samen een plan met tussenstappen. En dat zie je in de volgende aflevering. Wil jij ook aan de slag als taalvrijwilliger? Kijk op taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger.